Ja, de eerste reeks van een aantal afleveringen die gaan over de update. Nu hebben jullie natuurlijk de boerjournaal gezien met Camille. En er kwam best wel wat dingetjes voorbij. Uh, nieuwe machine gaan we krijgen. Uh, we gaan ook een nieuwe krop uh, krijgen, een nieuw gewas, wat we op de veldjes kunnen leggen. Met daarbij ook nog een aantal producten. Nieuwe producten die we met dat gewas kunnen maken. En nieuwe producten die we kunnen maken met, dat, met die productiemachine. Nou, die productiemachine. Nou, ik zal het je heel eerlijk zeggen: dat werd wel eens een keertje tijd dat die kwam. Want uh, die roos en, en, en in het Nederlands is dus dat zaadje en uh, grijs. Die beginnen aardig te stinken. Dus ik vind het wel een goed idee dat het een, een mooie update gaat worden met dat soort zaken. Um, dus laten we er alleen maar de specificaties erbij pakken. Want daar willen we natuurlijk naar kijken. Dus we gaan naar een ander scherm. Kijk eens aan de zeepwinkel. Nou, uh, zijn deze prachtige uh, afbeeldingen allemaal al uit de game? Die heb ik natuurlijk al eerder gekregen zodat Patrick de gelegenheid heeft om al deze mooie uh, grafische uh, tekeningen uh, te, te maken. Want het kost best wel wat tijd, natuurlijk. Het moest ook maar weer een beetje lukken. Maar we beginnen met de zeepwinkel. Dit is de zeepwinkel die wij uh, gaan verdienen in de game als je dus bij een bepaald level bent. Nou, ik kan je meteen verklappen dat deze zeep. Ook op een drie sterren niveau er best wel aardig uitziet. Maar dat is subtiel. Het is niet echt dat je zegt van wauw, wat een verbetering. Als we nog even terug gaan. Nou, je ziet dat uh, de paarse zeepjes voor de goud. En het bad wat niet meer bruist, dat wordt dan stil water. Zie je dat? En het lijkt alsof. De tekening niet helemaal. Ja, dat schuim gaat over het water heen, over het bad heen, en dan zie je dan onder het bad. En bij deze is het helemaal clean. Ja, wat moeten we hiervan zeggen? Oké, okay, nou, ik vind. Laten we wel wezen, het is wel weer een mooie decoratie die past bij Heyday. Het is gewoon Heyday. Uh, ja, uh, sfeertje proeft het weer. Als we de game. Uh, als je deze tekening ergens voorbij ziet komen, dan zeg je meteen van nee, dat is HD, dit wordt HD of dit gaat in HD komen. Nou ja, wat natuurlijk jullie weer belangrijk uh, vinden, is wanneer gaan we deze unlocken. Wanneer vrij, speel je hem vrij? Jawel, op level 84. Dus dat is voor, denk ik, best wel heel veel spelers uh, te halen. Um, en dan moet je even diep in de Buideltasten voor 850.000 munten kan je deze machine neerzetten. Uh, ik had begrepen dat het ongeveer 5700 uur uh, of minuten gaat duren voordat je hier uh, vrij uh, komt. Dus er zal wel een dag of vier zijn. Maar ja, goed, um, op Freckles zal ik hem meteen maandag uh, gaan unlocken als dat allemaal mee zit. Nou kunnen we natuurlijk in deze zeepwinkel prachtige producten maken. Zoals citroenlotion. Ja, op level 84 komt dat vrij. Is logisch, want de machine komt op 84 vrij. Het duurt 75 minuten om dat te maken. We gaan dan even van een tijd uit bij 1 ster of 2 ster. Dus niet bij de. Als dus je dus nog sneller kan. Um, jawel, heel erg leuk. De listerine, die hebben we weer nodig. Dus we hebben een flesje olive oil uh, uf, nodig. Dus daar ben ik niet zo blij mee. En citroenen, dat vind ik op zich niet zo'n heel probleem. Maar die, uh, dat flesje olive oil, dat uh, olijfolie, nee, dat vinden we weer niks natuurlijk. Maar goed, het is niet anders. Het is natuurlijk hartstikke gaaf dat er weer een nieuw product bij komt. Uh, dan hebben we. Ook nog de exfoliërende zeep. Ja, dat zal wel typisch iets vins zijn. Uh, geen idee wat dit moet zijn. Maar het zal wel heel gezond zijn. Uh, ik weet niet 1, 2, 3 in welke winkel wij dat kunnen vinden hier in Nederland. Maar ja, het zal zo. Maar dat is een lekker stukje zeep. Uh, daar hebben we dus cacao voor nodig. Uh, koffiebonen en van Pose, ja. Level 93 duurt een uur om te maken. Ja, uh, nou, mooi product, vind we wel gaaf. Dan gaan we eens even kijken, want ik had er eigenlijk nog eentje daarvoor moeten hebben, maar die ben ik even kwijt. Dus citroen lotion inderdaad. Dan krijgen we het gezichtsmasker met honing. Die komt op level 99. Um, 90 minuten om dat te maken. Poep. Het lijkt me meer zoiets van: je gaat lekker in de, de stoel liggen en uh, lekker 90 minuten bakken. Ja, uh, weer citroenen. Eieren vind ik niet zo'n probleem. En weer een honing. <laughs> wat leuk, wat leuk, wat leuk. Maar niet Oké, okay, nou hebben we nog eentje te goed. En dat is niet die. Uh, dat vind ik een beetje raar, want ik had nog een ander product moeten hebben hier. Ik ga hem er even bij zoeken. Uh, dat is namelijk op level 84 komt er namelijk nog iets vrij. Dat is namelijk de honingzeep. Uh, dus die pak ik er nu even bij. Level honing, level 84, de honingzeep. Ook weer uh, cacao. Uh, Heel apart geitenmelk en honingraad, dus niet de honing, pot honing uh, die ze dan erin gooien, maar de honingraad en die komt ook op level 84 vrij. Dat is net zoals de andere die ook op level 84 komt, dus je krijgt twee stukken zeep op level 84 met de machine die je dan uh, vrij speelt op level 84. Daarnaast krijgen we een gewas erbij ja, die liet ik net even zien kool ja, die kunnen we straks op het veld gooien 45 minuten dus net zo lang als de rijst level 65 wordt deze al vrijgespeeld dus behoorlijk weer wat producten erbij vanaf level 65 dus zelfs mijn account op Koe die mag hiervan profiteren want ik krijg gewoon kool erbij het ziet er wel heel mooi uit ik denk dat het prachtig eruit ziet als het op het veld uh, ligt. Uh, we kunnen natuurlijk koolsoep uh, daarvan maken, die komt vrij op uh, 65, en die maken we in de soepkeuken natuurlijk. 90 minuten duurt dat. Uh, we hebben drie keer kool nodig: twee keer spek, twee aardappelen en twee keer een carrot, een wortel. Nou, ik denk dat dat helemaal niet mis is. Dat ziet er gewoon uh, ja, goed uit. Het is ook weer prachtig mooi uh, grafisch, uh, grafisch getekend. Dus dat is hartstikke mooi. Dan hebben we de koolsla. Die komt op level 75. Die maken we dus in de. Ja, hoe heet dat ding ook alweer? Uh, de, de saladebar. Uh, level 75. 75 minuten, ook weer drie kool, een <laughs> mayonaise, oh. jawel, jawel, dat wordt weer een uitdaging. Die zou maken, jongens. Daar moeten we echt wat meer, moeten we echt meer van hebben. Want dit kan zo niet langer. We moeten daar echt meer van hebben. Of een dubbele rij, of extra slotjes met een farmpas. Dat moet echt gebeuren, want. Uh... En dan pakken we het, natuurlijk de wortels erbij. Maar goed, dat zou een biet wezen. Dus net als met die koolslaar. Uh, die kool die we op de velden leggen jongens. Dat, dat, dat is makkelijk te doen. 45 minuten, net als met rijst. Ja, dat is uh, piece of cake. Dat gaan we niet moeilijk over doen. Daar draaien we de hand niet voor om, toch? Dan hebben we de paddenstoelenpastei. Ja, die ziet er ook wel echt lekker uit. Klinkt lekker. Eh... Uh, je hebt al even de tijd nodig wanneer je die kan, uh, kan maken. Want dat is pas op level 97. Die maken we in de kies over. Zoals je ziet. 60 minuten om te maken. Dus mooie tijd vind ik dat persoonlijk. Ook weer 3 kool, 3 champignon en 3 tarwe en 2 eieren. Nou, dit is op zich een product wat je veel kan maken. en ik denk goed kan verkopen. Ja, de verkoopprijs is nog niet bekend. Die uh, wordt bekend op het moment dat je hem uh, door Tom kan laten halen op uh, maandag. Ja, dat is dan wel weer zo. Ja, dan ben ik er doorheen. Ik heb volgens mij alle producten gehad. Alleen ik heb hier nog eentje over. En dat is die niet. Maar dan ben ik één uh, zeepje vergeten. Maar goed, dat maakt niet uit. Die hebben we net laten zien. Ehm. Um, ja, dus deel 1 van uh, de update serie. Deze video's worden niet zo lang, want uh, ik ga het natuurlijk niet alles in één video proppen. Jullie zullen ongetwijfeld, jullie weten al wat voor producten er gaan komen, maar nu hebben jullie dus ook een idee bij van welke levels en wat de machine gaat kosten en hoeveel tijd het gaat kosten om uh, de producten te maken. Maar het zijn weer een aantal producten die erbij komen. 3 met kool, 4 met zeep, 7 producten. Dus we gaan gewoon echt richting de 250 producten die we kunnen maken. Wanneer je dus alles uh, vrij hebt gespeeld. Nou, dat is enorm. Dat is een enorme bub aan, aan producten. Ik vind het op zich heel erg gaaf dat we weer uh, producten erbij krijgen. Uh, en de machine. Voor degene die dus uh, onder level 65 zitten, ja, helaas. Dat is niet zo heel veel uh, aan bijdragen voor jullie. Gelukkig had de update nog wat meer. Uh, ook voor jullie is dat dan weer gunstig. Uh, dus dat is het mooie van uh, de, de complete update. Maar ja. Het is nou eenmaal zo dat ze dus bepaalde dingen niet nog lager level kunnen gaan toevoegen. Omdat het al heel erg druk is natuurlijk op HD. Maar goed, ik heb uh, al een plekje, denk ik, gereserveerd voor mijn zeepfabriek. Ik denk dat ik hem hier ergens neer ga zetten. En eindelijk, eindelijk, kunnen we die wasstoppen erbij pakken. En kan Gijs en Saatje kunnen zich heerlijk wassen in de wasstoppen. Nou, dat vind ik toch wel heel erg fijn. Dit was de eerste update. Uh, sneak. We gaan dus morgen de volgende laten zien. Ik wens jullie een hele fijne avond en uh, tot de volgende update. Bye bye. Nee dat je over die schapper. Thanks for watching.